uiteindelijk zijn we gestart in het idee van we maken een heel helder plan. We maken een bouwkundig concept dat op een heel heldere, logische wijze vertaald wordt. En met het idee van één grote kantoorvilla boven het water, wenselijk twee bouwlagen. Gezien ook de constructie die nodig was in die overspanning, hadden we echt wel die hoogte nodig. En dus is eigenlijk de brugconstructie de basis geworden van eigenlijk heel de idee van de overspanning, de overbrugging. En dus in de twee bouwlagen staan letterlijk symbool voor eigenlijk de overspanning. Een heel helder plan, maximaal doorzicht, maximaal beglaasd. De horizon naar de bocht van de Schelde en Temmes was uiteraard het uitgangspunt. Als een soort van dispatchcenter dat boven het water zweeft naar heel de zitten van Cordeel. En op een wijze dat we ook naar de toekomst toe, naar anders werken en keuzelandschap of individuele kantoren, men heel veel mogelijkheden zou hebben. Wel, we hebben vervolgens ook gewerkt met een BIM-model. Dat was ook eigenlijk een fundamentele uitgangspunt in dat geïntegreerd ontwerpproces. We zijn in het bouwteam uiteraard het werkzaam geweest. En de BIM-model was eigenlijk een beetje de ruggraat, de lead in heel de constructiemethodiek, de technologie erachter, de technieken en dergelijke, het verloop van leidingen. Was voor ons eigenlijk dat werkelijk cruciaal. Het is eigenlijk volledig tot in detail vooraf in BIM geplaatst. Als soort van virtueel bouwmodel. Volledig approved vooraf dat we eigenlijk enige bouwwerken zouden laten starten hebben. Dus voor ons was dat echt voor dit gebouw echt werkelijk van belang. Het was eigenlijk onze initiële missie bij aanvang samen met de bouwweer om toch na te denken over hoe architectuur een hefboom kan vormen naar het kantoorgebouw van morgen. En hoe eigenlijk het nieuwe headquarters van Cordeel eigenlijk ook een bijzonder statement kan worden, niet alleen van technische kunde naar bouwmethodiek en dergelijke, maar ook eigenlijk naar de idee van loskomen van een klassiek stereotype kantoorgebouw, zowel op locatie, maar ook als principe, twee eigenlijk enorme grote kantoorlagen die heel prevalent zijn naar opvatting, anders werken, en die we ook aan de buitenkant hebben vertaald met grote terrasconstructies, eigenlijk als één kantoorpaviljoen boven het landschap, en daardoor ook in de spiegelende afwerking eigenlijk een enorme reflectie karakter krijgt naar de context, waar ook eigenlijk de oriëntaties en de seizoenen eigenlijk ook een enorme impact hebben op de beleving van het gebouw. Dat is ook eigenlijk initieel de insteek. We gaan toch een bijzonder gebouw gaan maken dat ook naar materialisering en verschijningsvorm ook wel echt wel de next generation kantoorgebouwen wilt ondersteunen. Sowieso de uitvoerbaarheid voor die grote overspanning, zoals meneer Bins daarnet zei, we zitten met 75 meter overspanning tussen de twee oplegpunten. Daar volgen nog twee uitkragingen op, dus dat was een dubbel hoog vakwerk, was hier de ideale oplossing voor. De montage is in eigen huis gebeurd, dat wil zeggen dat onze eigen afdeling C-Metal de montage op zich heeft genomen op het einde van de droogdok. We spreken over een 600 ton staal dat op de oplegpunten moest gelegd worden. Het is op het einde van de droogdok in één geheel aan elkaar gemaakt, om dan met twee kranen op ter plaatse te brengen. Er zijn in dit project wel een aantal bijzondere constructieve slimmigheden toegepast. Dat wil zeggen dat we een tegenhelling moeten geven voor de grote overspanning van een 12 tot 14 centimeter. De structuur is belast geweest van in het begin met watertanks om ervoor te zorgen dat er achteraf tijdens de montage van bijvoorbeeld de raampanelen en dergelijke geen scheuren zouden optreden of geen spanningen zouden optreden. Dus hoe meer dan uiteindelijk het gebouw belast werd met de materialen die daarvoor nodig waren, hoe meer water uit de tanks werd verwijderd, zodat altijd alles mooi en evenwicht bleef.